Door de Verenigde Naties is 21 maart uitgeroepen tot Internationale Dag ter bestrijding van racisme en discriminatie, oftewel Antidiscriminatiedag. In het kader hiervan heeft CARICOM jeugdambassadeur Faye King in samenwerking met de Verenigde Naties in Suriname een pop-up sessie gehouden op het terrein van de Anton de Kom Universiteit van Suriname. Waarbij we ze bewust maken over de duurzame ontwikkelingsdoelen, de Sustainable Development Goals, die bijdragen in het elimineren van rassendiscriminatie. Het is SDG 10, Reduced Inequalities, dus ongelijkheden verminderen. SDG 17, die praat over Peace and Justice, dus vrede. En SDG 17, dat is Global Partnerships, dat praat over partnerschappen vormen op globaal niveau. Dus dat zijn de Sustainable Development Goals en we willen de jongeren bewust maken over hoe de doelen bijdragen aan het elimineren van rassendiscriminatie. King is van mening dat vandaag de dag elk weldenkend persoon weet dat discrimineren niet gezond is en dat het juist haat zaait. Als CARICOM jeugdambassadeur staan ze volledig achter de visie van de Verenigde Naties op dit stuk. Ik vind het echt niet goed. Ik vind het minder. Ik vind dat we het moeten uitbannen. We staan bekend als een vredelievend land. Dus ik vind het heel jammer dat het toeneemt. En het is misschien niet zo systematisch als we denken, maar het is wel belangrijk dat we die bewustwording creëren, zodat het zich niet daarin uitbroeit. Zodat men niet met die stereotypes en negatieve gedachten blijft, maar dat we samen één zijn en samen leven. En zo ben ik opgevoed en ik wil dat andere jongeren daar ook over bewust zijn. Dat we het Suriname samen vooruit moeten brengen. En dat kunnen we alleen als we elkaar respecteren. Er zijn verschillende redenen. De economische situatie, de sociale situatie in ons land. Misschien ook politieke invloeden. Dus al dat soort zaken bijdragen aan de ontwikkelingen. We hebben ook gezien tijdens COVID dat er een toename was van rassendiscriminatie. Omdat men denkt dat één ras het op een bepaalde manier krijgt. Dat één ras het minder krijgt. Dat één ras ervoor heeft gezorgd. Dus al dat soort zaken hebben bijgedragen in de toename van discriminatie. King hoopt dat de Surinaamse samenleving het achterwege laat om elkaar neer te halen. Echter is ze zich er wel van bewust dat het racisme al lang bestaat en benadrukt nogmaals dat er gewoon gewerkt moet worden om dit uit te bannen en dat de jonge generatie ervoor moet zorgen dat ze het beter doen.